Zeg eens kutjes, kutjes. Nee, oké. Nee, maar ik bedoel, ik ga die kutjes. Huh? Wat? Oh, wow. Dat ging helemaal mis, dit. Wow. Heel apart. Oké, dan. Sorry, ik ga gewoon oude memes. Oké, ik zeg al niks. Jij gaat alle oude memes erdoorheen gooien nu. Ja, voor jou speciaal voor jou. Oké. Yo mensen, Bas zit wel Bas Cent en welkom bij de Icon Discord Challenge. En niet zomaar eentje, want vandaag spelen wij tegen Vivalosophie. Ik kan je vertellen dat er een hele grote icon op het spel staat. Voor mij in ieder geval. Ik heb Prime KK. Waarom die ik hier ga zetten. Waarom smijt je met die goede icons? Ben je er vanaf of nee, zo? Nee, maar ik krijg altijd die comments van ja, maar die baby icons voor jou maak je toch niks uit, want je hebt toch 500 icons. Dat is wel waar, maar, hè? Ik kan je vertellen, KK is mijn vaste supersub. En een legend. Ja, want die man is gewoon echt een beest. Dus er staat echt serieus wat op het spel. Ik kan je wel even mijn team laten zien. Trouwens, welkom Matty. Voor de mensen thuis, Matty Vivalosophie. Ben je nog niet geabonneerd? Doe het dan even. Want er zijn natuurlijk 500 miljoen mensen die nu naar deze video aan het kijken zijn. Dus Matty, heb je nog wat te zeggen? Nee. Oké, dan precies. Dan gaan we meteen even door. Zwolle! Zwolle! Eagles. Oh nee, kut, ik kan het liedje niet meer. Geel. Oh, ik dacht even dat je de Eagles niet supporten. Nee. Oké, jongens, dit zijn de drie die ik in heb gezet. Ja, natuurlijk allemaal bronzen kakjes. Maar we hebben hier dus Carlos Eduardo, Team of the Season. We hebben hier Mid Overmars, die kan rennen als Gerard. En we hebben natuurlijk de klappen van de week. Onze grote vriend KK, Ricardo, ons Rico. Die hebben wij ingezet. Die man, ik weet niet eens hoeveel die waard is. Ik weet niet hoeveel die nu waard is. Hij was volgens mij toen destijds voor mij rond 1 miljoen. Als het niet meer is. Maar ja, dat is nu wel veel minder waarschijnlijk. Maar goed, alles is gedaald. Die gaan we dus inzetten. En ik denk dat we Matty hem even gaan uitnodigen. Dan gaan we even lekker een potje spelen toch, man. Wil je weten wat ik inzet of wil je dat geheim houden? Nee, KK is 925k. Oh, nog steeds? Ja. Oké, dan. We gooien dus een icon van 1 miljoen er even tegenaan. Interessant. dan ik wil echt wel weten wie jij gaat zetten, ja. Ik heb niet zulke dure spelen, ik ga even kijken. Nee, maar dat maakt ook niet uit, dat is ook, daar gaat het mij ook niet om. Oké. Ik heb een speler die ik nog steeds wel vaak gebruik, Mid Stoichkov. Oké. Die is 300k of zo, en Mid Rijka, die is ook iets van 300k. Oké, Stoichkov maakt een gekke goal bij jou, hè? Ja. Op de een of andere manier raakt hij de bal helemaal verkeerd. Die zag ik even voorbij komen, heel stiekem. Daarom, dan is het officieel klaar met hem gewoon. Heb jij hem gediscard? Ja. En ik heb nog Team of the Season een Didi van die SBC, maar not a huge fan. Nee, dus niet. Ik heb hem ook trouwens nog. Weet je wat, dan ga ik die ook inzetten. Ja? Ja, in plaats van Carlos Eduardo. Oké, maar niet als je... Nee, weet je wat, ik zet hem er gewoon bij. Van al die comments die zeggen van, je zet niks in. Fuck it. Klaar, we zetten hem nu gewoon in. We gaan tegen Mat spelen. Maar wanneer zet je Eusebio in dan? Nooit. Bij 500.000 likes ga ik dat doen. 50.000? 500.000. 50.000 likes? 50.000 likes. En dan moet je spelen tegen Milo. Ja. Oké, dan wel, hè? Dan wel. En dan wint hij ook nog wat. Een kopballetje van Klozen, één discardje. Oké, nee, goed. We gaan Mats even uitnodigen. Oké, ik vind Mats, ik vind wel eerlijk en zinlijk, je bent niet bang. Je zet gewoon in. Nee, maar jij bent toch ook echt slecht, hè? Nee, maar dat dwingt wel respect af. Nee. We gaan hem eens even uitnodigen, jongens. Ik heb een party invite van Bassie Wafwaf. Dat ben jij niet, toch? Nee, dat ben ik zeker niet. Wie de fuck is Bassie Wafwaf nou? Dat is Bas het oude beest. Bas het oude beest is dood. Hij is dood. 14 jaar. 14 jaar, je zakte zomaar door je achterpoten. Eigenlijk was jij 2 maanden te groot. Oh, Matty, jij bent zo'n lopende meme. Ik heb dat wel eens in mijn video gedaan, dat nummer. En toen kreeg ik een copyright claim van Gerard Maasakkers. Ja, Gerard Maasakkers. Fuck you, Gerard. Gerard Maasakkers heeft heel veel centen verdiend nu door jou. Gerard Maas, die video heeft denk ik 20 miljoen views. Hè. Die zat onder mijn vrije trappen compilatie. Zat hij. En ze naar Gerard. Nu moeten we Matt even gaan aanpakken. Het is wel met een max van 3, hè, dus dat weet je. Dus niet... Nee, maar ik zou rustig aan als ik hiervoor sta. Of wil je dat ook overboord gooien? Je bent wel toch alle regels niet, dus... Oké. Oh, ja? Maar net omdat je 4-0 gaat winnen, dat kan toch niet? Wow. Oh, ben je zo in met dat gerondtik achterin? We moeten eerst even trigger maken, toch? Maar ik heb jouw team niet gezien, anders had ik waarschijnlijk wel iets meer in paniek geweest. Nee, ik heb een Roto Glory account. Oh. Inzaghi! Oh, wat een lul! Oh. Wat een lul, jongen! Oké, dan, Remo Frit.
Oh, we moeten dus even aan de bak, jongens. Bro, dit is alleen spelen moments in Zagi en die schiet hem er gewoon niet in. Het enige wat hij kan is finishing. 99 of zo. En dat kan hij ook niet. Ronaldo. Woe. Virgil. Ik heb Ronaldo gekocht voordat die market crash kwam. Klopt. Echt? Ja. Nee, net. Net daarna toen alles ziek was gedaald. Maar ja, daarna was het natuurlijk nog meer gedaald. Hoeveel was het dan? Hoeveel is hij? Hoeveel heb je gekocht? 8 volgens mij. Hij is nu 7,5. Nee, ik heb geen idee, man. Je durft niet te kijken. Nee, maar hij blijft toch nog wel even in mijn team. Dan gaan we. Kijk eens, hou die rust. Oh! Kut! Nesmas! Nee, je doet er niet ook dit de hele tijd, hè. Dit is zo kut. Mensen die dit doen en dan niet skippen. Dit is de eerste keer. Hoe doe je dit, mevrouw? Rondjes zijn die standaard celebrations, rondje. Heb je hem als rondje ingesteld? Voor alle tryharders? Nee, voor mij is dat standaard zo. Voor alle tryharders. Je moet het toch instellen? Ja, maar dan moet je dus op rondje drukken. Dan doet hij die standaard. Ja. Ik weet niet wat ik ingesteld heb. Dat ga ik ook even doen, kijken zo. Maar ik ga niet scoren, denk ik. Je hebt die Neymar! Donderstraal, een eind op, jongen! Bro, ik ga zoveel moeten discarden. Doet hij het of doet hij het niet? Dit kan toch niet? Hij dondert nou op met die kut celebration. Ja, nee, jongen. Ik skip hem wel. Ja. Nee, ik doe het automatisch altijd. Ja. Maar goed, de regel van 3 was weg of wat? Nee, is goed, allemaal weg hoor. Boeien, ik kan er toch maar 3 kwijtraken. Oh. Ik verlies. Oh, Ramos. Tijd van je leven. Havaar. Oh! Wat ben ik aan het doen? Mattie! Je moet erin, Jopie. Allee, was Lambeveren. Allee, de schot was niet zo proper, hè. Allee, man. Ik... Ga ik hem shotten? Ik ging van shotten van 16. Ga ik hem shotten? Allee. Ik weet het niet meer. Full pressure. Weg! Oh, weg! Blank. Voetballende verdediger, zeggen ze dan. Wat een waardeloze speler. Gewoon een stadion uit Rossen, die bal. En je hebt Ansu Fati net gedaan, hè? Ja. Ja, ik ga ook even iets erin. Zal ik Inzaghi er toch uit? Ja, ga ik toch wel even jij doen. Wil, bro. Ansu Fati. Ja, ik ga ze ook nog KK in laten vallen. Misschien is het wel zijn laatste game. Ja, ik ga Stoichkov in laten vallen. En ik... Bij mij is er een grotere kans dat het zijn laatste game is. Oh, daar is hij. Jopie! Oh, Jopie! Wat doe je nou? Een rondje, op rondje. Wat is dit mijn... Ja, dat is jouw, dat is de kat. Ik heb de kat, jongen. Miauw, miauw. Miauw, miauw. Hou die rust. Wat zit je nou te doen? E-sport is hot. Ga naar voren, Daniel Lullo. Uh-oh. Die gaat zo goed, hè? Maximiem. Oh! Ja! Ja, hoor! Wat een wereldgoal! Wat een hoerengoal dit weer! Oh, Martin, dan gaan we even rustig liggen, en grapje. Tran, ik was. Deed toch relaxen of zo? Ja, weet ik veel. Ik weet. Even lekker liggen. Nou, even lekker relaxen. Wat een kutgoal is dit. Oh, dan... oké, okay, waar zijn ze? Waar zijn ze? Ons wannetje. Waar is die Bissaka dan? Het is een beetje een wanvertoning. Die Wan-Bissaka hier. Oh, Stoichkov! Oh! Met rechts. Ja, waarom nou? Als je die had gemaakt, wat? Was wel respect in de chat. Hij zou wel echt in New Kids kunnen spelen. Ja. Wat doe je nou? In een Aussie. Het is chaos. Het is chaos. Oh, yes. Hoezo mist Ronaldo die? Ja, Ronaldo is niet in vorm deze pot, helaas. Stoichkov. De laatste aanval. Op de volley. Oh, wat doe ik nou? Waarom geef ik hem voor? Yes. Nou, is het de eerste keer dat je gewonnen hebt? Ja. Er is geschiedenis geschreven. Ik had er ook echt geen reet van, hè? Ja, maar je doet gewoon je best. Ik ook. Ja, we maken er allebei wat leuks van. Maar Ronnie had er geen zin in. Nou, ik... die Jopie is ook zwollen daar. Oh, Maximiem, 9,5. Wat maakte die een kutgoal? Ik ga even mijn teampie erbij pakken. Die tweede goal. Kan je wel je kapje aanzetten? Dat doe ik nu, ja. Okay. Klik. Even zinken. De Inzaghi heeft ook veel gedaan. Ik wil die tweede goal even zien. Maar dit was de 1-0, Nash. Oh, you go. Oh, Nash maakt ook een leuke goal.
Met de McGee. Oh, ja. Ja, deze was leuk. Ik zit nu op wissels. Rechts, rechts, links, links, omhoog. Nu sta ik weer op de keeper. Oké, Bas. Ja. Ik heb mijn team al neergezet. Oké. Oh, yes. Je mag twee keer, hè? Ik voel me gewoon een beetje ongemakkelijk gewoon dat ik een keer heb gewonnen. Ja, maar je mag dat wel doen. Al die keren dat je de mensen zich ongemakkelijk hebben gevoeld. Omdat ze jouw spelers moesten discarden. Oh. Oké, dus wat voor opstelling speel je? 4-4-2. Met gewoon flat. Gewoon flat, zeg maar. Gewoon flat. Oh, mat. Ben jij zo'n guy die hem op de keeperpositie zit? Dat weet ik dus niet. Ik heb twee keuzes, hè? Twee, ja. Shit. Ik kies jouw rechter centerback. Dat is Lorenzo van Kleef. Ah, dat meen je niet. Lorenzo. Ah, dat meen je niet. Sorry. Lorenzo. Sorry, mama. Lorenzo is 10k waard. Oké, okay, doe nog maar je... Kom, nog eentje. Doe nog maar je rechter centerback erbij. Zeg me niet. Romain Matthijs. Oh, je verliest. Wie stond op rechtsback? Kruik, Rijkaard. Niet. Ja. Yeah. Oh, ik twijfel dat het is rechtsback. Oh. En op linker center mid stond ons Stoitskov. Oh, en in spits heb je zeker ook één. Nee, linksback. Oh, yo. Als je echt stoer bent, laat je mij even eentje doen. Dan laat ik jou er ook één doen. Dan doen we gewoon per goal een discard. Oké, is goed. Ja? Nou, zo'n mans ben ik dan ook nog wel. Oké. Oké, wacht. Dan haal ik haal even de selectie erbij. Oh, joh. Win ik een keer. Ja, het is nog niet klaar, hè. Het is nog niet klaar. Oké, ik heb twee Icons en twee Team of the Seasons. Oké. Jij mag het zeggen. Oké, ik denk dat jij je Kaka hebt verstopt op linker centerback. Het is niet Kaka. Het is een kutte Icon. Ndidila, ndidila. Oh nee, ndidi. Ik gebruik hem soms als super sub ook, hè. Ja, nu niet meer. Tel je pak voor mij nu een bronzen. Dan heb je me echt gefinesse, man. Dan heb je gewoon verloren en heb je één betere kaart gediscard dan ik. Ik ga nu mijn spelletje wel husselen, ja, oké? Ja, ja, ja. Want ik had al gezegd waar ze zaten. Dus nu wordt het echt zo'n pokeren nu, hè? Oké, ik kan weer op elke positie zitten en als er niks staat daar, dan zeg ik wel dat er niks staat. Oké. Nee, ik heb trouwens rechts mid en rechts back heb ik leeg nu. Oké. De rest is gehusteld. Wie heb je? Je hebt Rijkaard, Ndidi en Stoitskov. Stoitskov. Ik ga voor... Yo, keeper! Nee! Dat is een bronzen! Oh, yes! Ik wist dat je keeper ging doen, jongen. Ik wilde keeper zeggen. Roman Coat! Ik wilde zeggen keeper of linkerspit. Linkerspits is ook niet. Oh, nou dan ben ik gewoon heel slecht in. Goed, dames en heren, wederom gefaald. Ik heb gewonnen, maar gefaald. Ik moet nog even deze natuurlijk weggooien. Dit is niet jouw serie, hè? Helaas. Je hebt gewoon. Je hebt verloren, maar ik heb een team te season gediscard. Hoe vind je die? Ik heb ook echt lang gestreden om die te voltooien. Oké. Mensen, jullie zien het. En die rip in de chat. We leveren hem in. Dan krijgen we er twee gouden spelers voor terug. Ik denk dat je krijgt... Messi en Suarez. Team of the season so far. Oké dan. Nou, we gaan hem kijken. Dan wil ik jullie ondertussen bedanken voor het kijken. Vergeet niet even het kanaal van Matty te bekijken. Matty, bedankt voor je tijd. En ik weet niet wat ik met mijn leven moet. Ik ben heel slecht in gokken.
Mattie, bedankt. En, je moet sowieso niet gokken, dat is de les. Precies, dat is heel goeie. Niet gokken, dat is de duivel, dames en heren. Maar vergeet die sidebetjes niet. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Ciao, ciao, ciao.